Goedemorgen. Het is zondagochtend. Wij hebben gisteravond een feestje gehad, dus ik dacht ik laat Rick even lekker liggen. Ik ga naar stal, maar ik ga natuurlijk eerst Nola halen. Hi vriend. Hallo. Hier van de kant. Zo. Goedemorgen. Oh, even lekker uitrekken. Nou, er staat genoeg binnen. Dus ik ga er even weer wat voor gooien. Ik dacht dus even dat er hier maar eentje lag. Maar die tweede ligt hier. Maar die kan je niet zien. Zo donker. Nou. Het zijn er twee, gelukkig. Hallo schat. Ga maar lekker spelen. Zoek. En daar hebben we Tess. Hoi. Super goed ziet ze eruit. Lekker kaal kontje, de rest niet. Kijk, mijn jas past gewoon net aan dit nog. Het duurt niet lang meer. Ik ga gelijk even de boxen klappen. Hey, ja.
Kijk, jij lag verstopt in het donker. Je bent er weer. Ik hou de deur gewoon een stukje open met het hek ertussen. Ik vind het vrij warm in stal, dus ik kan het even doorluchten. Heerlijk zo met die opgaande zon. En ik ben deze week een beetje vrij. Of aankomende week, dus dat is ook wel even lekker. Kan ik lekker even in stal rommelen en lekker rustig aandoen. Hallo, vier op een rij. Jullie willen ook biks? Nou, dat komt zo. Eerst even de rammetjes. Kijk, jullie staan al klaar. Goed hè, als jullie maar wel een beetje rustig doen. Kijk, met Rick zijn helm. Ik weet niet hoeveel ze krijgen. Half helpen. Zo, tevreden. Kijk, daar hebben ze nog hooi. Dus prima. Zou die waterbakken nog doen? Nou, moet ik zo even naar kijken. Moet er nou nog eten? Ja, hè? Ja, kom. Kijk, ze zit er al klaar voor. Ja, hè? Goed zo. Nou, hier hebben we Nola's voer. Kijk, we doen het even zo. Daar heb ik het water uit gehaald. Ik zie geen kommetje. Je kan ook drinken uit sloot. Doet ze eigenlijk altijd. Oh, ik vind het zo leuk om met Nola te spelen. En ook belangrijk eigenlijk. Dat ze veel aandacht krijgt. Zit je bij mij voor de deur? Ja, ik weet al wat je wil. Nola krijgt van mij altijd een cookie. Ja, en dat weet ze. Goedemorgen. Het is... Wacht, ik zal even liggen. Ja, beter. Goedemorgen, het is maandag 9 januari. Zoals ik had gezegd, ik ben lekker een beetje vrij. Ik ga even lekker rustig aandoen. Het is nu 7:30, dus ik heb lekker wat uitgeslapen. Nou ja, normaal sta ik om 6:30 op. Dus. Rick die moest na 2 weken weer aan het werk. Dus ik zei van, ga maar lekker, ik doe de koeien wel. Dus ik ga nu even naar stal. Ik ga eerst Nola natuurlijk weer halen. Want dat vind ik wel leuk als zij meegaat. Het is nog echt donker buiten. Zo, en koud. Mijn schoenen die hebben de hele nacht buiten gestaan. Dus die zijn een beetje nat, maar... Ah joh, trek ik straks weer schone sokken aan. Zo, nou. Kijk eens wie er is. Hallo. Ja. Zo, goedemorgen. Ja, allemaal even uitrekken. Goedemorgen. Nou, ze hebben hier her en der nog wat liggen. Ik haal het een beetje aan de kant, zodat ik in die goot wat biks kan doen. Doe ik ook bij die rammetjes. En dan ga ik eerst naar de koeien. En later krijgen zij weer hooi. Dus, dat gaan we doen, hè? Jullie lijken allemaal op elkaar. Ja, oh, even lekker rekken. Alles geplaatst. Zo. Ja. Zo. Hallo! Nou, zijn jullie zo blij? Zijn jullie zo blij? Zoiets. Nou, even rustig. Kijk dan. Oh. Zo. Nou, helmpje weer terug. Hoppa. Zij hebben nog wel wat voer, maar ik ga straks even nieuw pakken.
Nou, aangezien het zo regent, gaan we niet. Ik ben er al. Aangezien het zo regent buiten, gaan we lekker binnen door. Goedemorgen. Kijk, jij bent Kuifje. Nou zag ik dus dat deze tochtig is. Want die twee zijn constant met elkaar aan het stoeien en op elkaar aan het springen. Dat is geen goed teken, want als ze drachtig zijn, dan worden ze niet meer tochtig. Maar goed, dat is jammer dan. We gaan het zien. Nou, ik zet de deur weer een stukje open. Hebben ze weer een beetje frisse lucht. Nou, de koeien zijn allemaal wel tevreden. Ik hoor Nola achter de deur. Die staat natuurlijk te wachten. Hoi Tess, ben je ook al wakker? Hey. Hoi vriendin. Hallo schat. Ja. Ja. Ga maar lekker eten. Nou, ik heb al even gecheckt en alle koeien liggen goed in de box. Want gisteren hadden we natuurlijk een pink die een beetje vooraan in de box lag. Dat is nu niet zo, dus. Die denkt, wat zit je aan mijn maat? Ik zou niet durven. Nou, deze hebben hooi. Lekker te eten. Jullie het al op? Ja. Jij wil natuurlijk eten, hè? Kom, gaan we eten? Zo, ik ben weer lekker binnen. Ik ga morgen weer verder voor jullie vloggen. Bij deze heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. En ik zie jullie de volgende keer weer. Doei!